Een vuurwerkbom is ontploft voor het huis van de burgemeester van Woensdrecht. De deur van het huis werd compleet opgeblazen. En ook de voorkant van het huis, een auto en de garage raakten zwaar beschadigd. Midden in de nacht ging hier de vuurwerkbom af. Pal voor de deur van de burgemeester Adriaanse. Hij kwam met de schrik vrij. Het is een verwerpelijke daad. Een vuurwerkbom neerleggen in een woonwijk bij een voordeur van mensen. In dit geval de burgemeester van Woensdrecht. Wie haalt het in zijn hoofd? De burgemeester wil niet reageren op camera zolang het onderzoek loopt. Hij heeft vandaag wel in een schriftelijke verklaring laten weten vreselijk geschrokken te zijn van het incident. Hij zegt in het duister te tasten over wie of wat er achter deze aanslag zit. De recherche neemt deze zaak in ieder geval zeer serieus. Houdt u rekening met een aanslag? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Aan de andere kant denken we wel dat het een bewuste actie is. Het zou wel heel toevallig zijn als iemand dat doet en dat dan later blijkt dat daar de burgemeester woont.